Een hele goede middag of eigenlijk avond. Ja, eigenlijk nog middag. Het is 17:15. En welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is vrijdag 24 mei. Morgen is het 25 mei, dan is mijn broer jarig. En ja, het is weer weekend, jongens. Superleuk. Ik heb ook een leuk weekend voor de boeg. Ik ga vanavond naar mijn ouders, waar ik overigens net voorbij vandaan kom. Want er komen vanavond wat familieleden van mijn moeder, die we al een hele poos niet gezien hebben. Ik ga ondertussen even mijn computer opstarten. En ja, dat is wel leuk om die weer even te zien, maar dat is pas vanavond wat later hoor. Dat is pas om 21:59 dat ik daar naartoe ga. En vanmiddag heb ik mijn sollicitatiegesprek gehad, jongens. Ik heb gesolliciteerd en daar heb ik vanmiddag een gesprek gehad. Heel spannend. Ik vond het echt heel spannend. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb een positief gevoel overgehouden aan het gesprek. Dus dat is alleen maar heel goed. Ja, afwachten. Ik was een van de drie kandidaten, begreep ik. En ja, woensdag hoop ik meer te horen over of ik dan verder ga in het proces. Of dat ze met een van de andere sollicitanten verder gaan. Dus dat wordt heel erg spannend. Morgen ga ik lunchen met een vriendin in Scheveningen. Daar heb ik ook heel veel zin in. En voor de rest niet zo heel veel plannen dit weekend. Maar ja, toch gewoon heel gezellig. Dus nou, we gaan het zien. In ieder geval heel veel kijkplezier weer. Goedemorgen. Het is al 9:30. Oh, ik heb lekker uitgeslapen, jongens. Best wel laat geworden gisteren. Maar het was super gezellig. Het is echt leuk om die jongens weer te zien. En hun vrouwen ook. Dus Laura en Roy waren er ook nog eventjes. Dus dat was ook gezellig. Dus nou, dat was een leuke avond. Maar nu ben ik net wakker. Dus ik ga ontbijten. En dan ga ik mezelf in de renovatie gooien. En dan terug appen. En dan ga ik... hoe heet dat? Zo, ik ben echt net wakker, hè, jongens. Fietsen naar Scheveningen, want daar heb ik afgesproken met Ingrid. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus dat ga ik even doen. En dan neem ik jullie mee. En dan hoop ik onderweg nog een beetje te kunnen filmen in Scheveningen. Dat is altijd wel leuk. Of ik echt met Ingrid ga filmen, weet ik niet. Ik weet niet of ze dat wil. Dus dat zie ik dan wel weer. Maar ik ga jullie wel even meenemen, vind ik leuk. Dus dat ga ik even doen. Eerst koffie. Zo, ik ben daar. Het was even een gedoetje, want ik moet om. Ik ga jullie even wat beelden laten zien, want het is hier echt zo leuk. Kijk, die. Ah, het is zon, dus ik weet niet wat waar ik... Hier vind ik heel tof. Heel groot. Ik vind het wel leuk. Maar ik moest dus een heel eind omrijden, want er was een weg afgesloten. En ik heb geen idee hoe laat het nu is. Dat ga ik eerst eens even bekijken. Het is 10:50. Nou, dat komt mooi uit, want Ingrid belde al of het een half uurtje later kon. Dus 10:30 in plaats van 12:00. Maar goed ook, want als we om 12:00 hadden afgesproken, had ik het dus niet gered. Maar goed, ik ga er even op zoeken. Zo, goedemiddag. Ik ben weer thuis. Nou, dat was super gezellig met Ingrid. Echt even lekker bijgekletst. Zonder camera, want ja, we hebben elkaar gewoon echt een hele tijd niet gezien. Dus dan is het veel te leuk om erbij te filmen. Of om, ja, je snapt wat ik bedoel. Ik ging natuurlijk op de fiets en toen... regende het gewoon toen ik wegging. Daar had ik niet op gerekend. Toen heb ik nog heel even getwijfeld of ik dan toch niet de auto zou pakken. Ik was Insta-stories aan het kijken. Toen heb ik nog even getwijfeld of ik de auto toch niet zou pakken. Maar heb ik niet gedaan. Ik ben op de fiets gegaan. Dus 21 kilometer erop zitten. Dus nou, dat is ook wel weer lekker, toch? Dat... heb ik weer gedaan.
Dus, en dat is ook wel lekker, want als je dan zo'n end gefietst hebt, dan heb je daar toch ook gewoon een goed gevoel bij. Dus dat is fijn. Vanavond ga ik echt helemaal niks doen. Want ik heb... gisteren is het laat geworden en... vorige week een druk weekend gehad. En dan is het ook wel lekker om het nu even rustig aan te hebben, vind ik. Dus ik ga lekker... ik zie wel wat ik ga doen. Jullie gaan het ook zien. en dan heb ik morgen ook zo'n dag. Maar moet ik gewoon even kijken wat het weer wordt. Want op zich zou ik nog wel eventjes willen fietsen misschien. Dus dat gaan we morgen zien. Eerst maar eens eventjes wat te drinken. Want ik heb dorst van al dat fietsen. Ik ben de weekvlog gaan editen. Maar kijk nou, ik wou echt als een stekker. Het is inmiddels al 10 uur trouwens. Hij staat al, weet ik veel, een kwartier of zo op 0% verwerkt. Ik wil wel dat hij af is voordat ik naar mijn bed ga, want hij moet morgenochtend online. Oh, ik wou zeggen, wat ben ik geel, maar dat is nu klaar. Nou, ik heb mijn make-up eraf gehaald. Het licht is niet heel flatterend, zullen we maar zeggen. Maar goed. Verder heb ik deel 2 van de Rolstoel Road Movie net gekeken. Wauw, ja, ik ben echt wel onder de indruk van hoe hij het gemaakt heeft, hoor. Jeetje, Mina. Dit ging alweer over hele andere zaken. Maar niet minder belangrijk en ook niet minder indrukwekkend, vond ik. Ja, minder indrukwekkende beelden. Hè? Die beelden uit Griekenland waren natuurlijk wel echt heel heftig. Dat zat er nu niet in, maar wel een hele inspirerende vrouw, vond ik. Een sporter uit Engeland. Die echt dingen zei waar ik het dan ja, echt zo mee eens ben over dat... ze had het erover dat gehandicapte sporters dan meteen zo op hun voetstuk worden geplaatst. Alsof ze superhelden zijn in plaats van alleen maar gewoon of gewoon. Zij willen, het zijn hele goede sporters en daar willen ze om gewaardeerd worden. En niet om het feit dat ze hele goede gehandicapte sporters zijn. Ja, zij kon het zo goed verwoorden. Ik ben het echt onwijs met haar eens. Dat was echt heel tof. En nu zit ik nog steeds op een video te wachten. En hij is nog steeds op 0%. Balen, man. Nou ja. Blijf nog maar even zitten. Ja, het is ook pas 10 uur. Ik hoef ook niet per se al naar bed. Maar het was gisteren natuurlijk best wel laat geworden. Dus ik ga het ook niet al te laat maken. Maar ik moet toch even wachten tot hij klaar is. Nou ja. Ik denk dat ik jullie gewoon lekker morgen weer zie. Tot morgen. Zo, goedemorgen. Ik had vanochtend even stress. Mijn video die ik gisteren had geüpload was geblokkeerd. Ik had vannacht een mailtje gekregen van YouTube. Ik had er een stukje dansles in gestopt. Nou, jullie hebben het inmiddels al gezien. En daar zit natuurlijk ja, die muziek. Daar moet je natuurlijk vreselijk mee oppassen. En blijkbaar zat daar copyright op. En ben ik geblokkeerd. Is mijn video in eerste instantie geblokkeerd. Dus ik dacht, shit, dan moet ik hem opnieuw maken. Die muziek eruit knippen. Andere muziek eronder zetten. Maar ik kreeg een melding dat het een waarschuwing was. De auteurs die hadden het goedgekeurd. Ik mocht het gebruiken. Maar ik moest er in de toekomst wel op letten. Oké. Dus dat ga ik maar doen. En het is even niet anders. Dus hij is een half uurtje later online gekomen. Maar dat maakt niet uit. Maar dat betekende wel dat ik al om, weet ik veel, 7:30 of zo mijn bed uit was. Dat was nou net niet de bedoeling. Maar goed, het is nu 8:30. Ik heb even lekker een bakje genomen. Ik ga nu bijten. En een nieuw kopje koffie staat daar ook alweer klaar. Dus vandaag komt mijn neefje. Niet hier, maar bij mijn ouders. Die blijft daar slapen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus die ga ik vanmiddag eventjes opzoeken. En ik ga daar ook eten vandaag. Oh, en ik zie ineens dat ik daar bloemetjes heb staan die ik wel eens weg mag doen. Kijk, dat is wel een heel treurig verhaal. Maar goed, die niet hoor. Ik blijf het zeggen. Ze zijn zo mooi. Dus ik ga lekker even mijn ontbijtje
eten en rustig aan opstarten. Want het is pas 8:30 en het is wel zondag vandaag. Dus ik zie jullie straks weer. Zo, goedenavond. Nou, er is echt helemaal niks van vloggen gekomen vanavond. Of vanavond, vandaag eigenlijk. Ik ben, vanochtend heb ik gewoon lekker rustig aangedaan. Op mijn gemakkie ontbeten, bakkie gedaan, aangekleed. En eigenlijk ben ik voor de rest bijna de hele dag bij mijn ouders geweest. En met Tim gespeeld. En we hebben lekker boekjes gelezen, filmpje gekeken. Nou, hij vond het helemaal geweldig. En ik ook. Dus dat was super leuk. Maar ja, dat film ik natuurlijk niet. Dus er bleef weinig tijd over. We hebben net gegeten. En nu ben ik weer boven. Het is 6:55 pas. Dus ik heb op zich nog wel de hele avond. Wat ik in ieder geval vanavond even ga doen is mijn was opruimen. En even kijken wat ik morgen aan wil. En alvast alles voor morgen klaarleggen natuurlijk. Morgen heb ik een vrij, op zich een rustige dag. Maar wel een lange dag in de zin van, morgen aan het eind van de werkdag om 5:00. Dan komen Laura en Roy ook naar het stadhuis. Want ik werk morgen in het stadhuis. En dan ga ik, dan hebben we een gesprek met de ambtenaar. Dus dat is natuurlijk superleuk, zo'n voorbereidend gesprek. En ze hebben gevraagd of ik daarbij wilde zijn. Dus ja, dat wil ik heel graag. Dat vind ik superleuk. En daarna gaan we gezellig met z'n drietjes uit eten. Gaan we sushi eten. Nou, en jongens, ik vlog natuurlijk al sinds september. Dus ik denk wel dat jullie dat weten. Ik ben echt een enorme vlogliefhebber, ja ook. Een sushi-liefhebber. Echt, dat vind ik zo onwijs lekker. Maar dat heb ik al niet meer gegeten sinds, ik denk, ergens in december. Ik ben toen met, oh ja, tuurlijk vlogde ik toen al. Want dat heb ik gevlogd met mijn telefoon. Toen was ik met mama en Laura uit eten. En dat is letterlijk de laatste keer dat ik sushi heb gegeten. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Echt super lekker. Dus dat is morgen, maar dat gaan jullie natuurlijk in de volgende weekvlog zien. Nou, met de vlog van vandaag is het helemaal goed gekomen. Het was blijkbaar gewoon een waarschuwing. Dus ik zal de volgende keer als ik beelden maak op de dansschool, zal ik er wel even andere muziek of zo onder zetten. Want ja, dat wil je natuurlijk ook niet hebben, dat je video geblokkeerd wordt of wat dan ook. Kijk, nou verdien ik er natuurlijk helemaal niks mee. Dus in die zin zal dat misschien daar anders invloed op hebben gehad. Maar ik vond het toch wel vervelend, want dat wil je niet. Nou, en voor de rest zou ik het even niet meer weten. Ik check dadelijk nog wel even in, denk ik. Nou, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. De was is opgeruimd. Mijn lunch, eten, lunchpakket en zo voor morgen is klaar. Lekker met het licht van die iPad. Zo! Kijk even naar buiten, moet je zien. Regent al een malle. Nou ja, helaas. Het is 9:55, dus ik ga zo lekker naar mijn bed. En dan gaan we weer aan een nieuwe werkweek beginnen. Nou ja, werkweek. 2 dagen. Dan ben ik alweer vrij. Want het is hemelvaart verplicht vrij. Woensdag natuurlijk vrij, dus daar heb ik ook wel weer heel veel zin in. Het betere weer begint er eindelijk een beetje aan te komen. Gelukkig. Want ik wil voor de bruiloft echt nog wel een beetje bijkleuren. En op de bruiloft zelf is het natuurlijk fijn als het mooi weer is. En niet dit druilerige rot weer. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Doei doei!